Mijn volgende gast is Louis Stuur. Hij zit al zijn vijfde seizoen bij Decospan Volley Team Mena. Um, en hij gaat ook zijn vierde keer meedoen aan de Lotto Cup Finals. Louis Stuur gaat het ditmaal wel raak zijn. We ons hopen. Hè. We gaan er 100% voor gaan. Maar uh, drie keer verliezen is genoeg. Want dit jaar zou ik uh, wel een keer aan de juiste kant willen staan. Ja, dat begrijp ik. Ja. Roesela natuurlijk geen makkelijke tegenstander. Uh, wat is jullie sterkte, vooral als ploeg? Goh, ik denk dat dat een beetje te zien was aan de halve finale, ik Denk het enthousiasme uh, dat bij ons ja, eigenlijk het verschil moet maken, uh, ambiance. We zien dit jaar eigenlijk terug dat we in het algemeen niet altijd zo'n sterk niveau halen, maar in het begin van het seizoen winnen we wel twee matchen op Ruslar en thuis tegen Aalst, um, dus we kunnen wel pieken. En ik denk dat dat piekmoment ja, er juist moet komen. Op het juiste moment. Samen met de supporters. En ik denk dat, dat ja, die explosie zou eigenlijk uh, ja, de winst moeten geven. Maar ja, over die hele lijn weet iedereen ook. Dat Ruslaren wel allee, uh, constant is. Dat ze echt goede matches spelen. Zowel op het Champions League niveau als in de competitie. Dat ze een zeer degelijk niveau spelen. Maar ik denk dat wij wel uh, misschien. Nog iets af en toe een keer in een top kunnen scheren. En zij weten ook dat ze de, de druk bij duin. En dat is altijd een beetje het voordeel van Menen geweest. Ik denk dat dat nu weer hetzelfde is. Mm -hmm. En uh, als kapitein, wat is jouw taak dan vooral? Ja, ik denk vooral dat we, dat we er samen naartoe moeten werken en dat we een beetje uh, het besef moeten hebben van ja, wie zijn wij als Menen. Wij is onze sterkte. Um, ook wel de rust een beetje en de foutlast een beetje uit het team halen. En dat ook te doen beseffen in, in de groep um, die invloed als speler op het terrein is moeilijk, maar het is wel goed om dat te laten beseffen aan, aan iedereen van mm. uh, wie zijn wij, Wat is onze identiteit? En um, wat gaan we daar doen? Uh, ik denk vorig jaar waren we heel blij dat we de finale haalden. nu ook. Maar ik heb nu wel zo een klein beetje meer het gevoel van oké. Okay, Vorig jaar hebben we het gespeeld om er gewoon te spelen. Dit jaar zou het, hebben we wel wat karakters in de ploeg, dat zeggen van. Over mijn lijk, het is niet gewoon om te spelen. gaan hier, gaan hier echt voor uh, 100% voor winst. Mm -hmm. Want ik denk ook natuurlijk, de eerste keer spelen in het Sportpaleis is altijd moeilijk. Hoor ik van veel ploegen. Dus ik denk ook, als je er nu een tweede keer gaat spelen, op wat gaat je speciaal letten? Wat gaat je meegeven aan je ploegmaat? Sowieso. Ik denk het is een gevoel dat je. Ik kan er niet van meespreken, maar het is nu de. Ik denk dat het gaat de derde keer zijn van de vier in Sportpaleis. Maar dat gevoel ja, kun je niet echt meegeven aan mensen die er nog niet hebben gespeeld. Um, het, is, het is iets onbeschrijfelijk dat je één keer meemaakt ja, om de zoveel tijd. Nu toevallig twee keer op een rij. Maar um, ja, je kunt eigenlijk niemand daarvoor voorbereiden, voor die ambiance, voor die impressie op dat moment. Uh, maar ja. Ja, dat maakt het ook, ook zo mooi. Eh, omdat die ene match voor iedereen is, al, is dat moeilijk. Ook al staren er zoveel jaar op rij en winnen ze zoveel jaar op rij, zij gaan nog, zij gaan nog impressionant vinden. Um, en ik denk dat, voor niemand, ja, dat er niemand voor voorbereid is. Dus op dat moment zullen we wel zien. Maar uh, alleszins, het zal een mooie dag worden. Right. Ja, en um, jij combineert volleybal ook nog met een job, heb ik gedaan. Ja, Wat uh, ik ben podoloog van opleiding. Uh, ik werk ook zelfstandig deeltijds als podoloog. Um, en sinds kort ook nog gecombineerd in een bedrijfje. Um, en ja, dus de voormiddagen zijn goed gevuld. Uh, en dan doe ik nog twee avonden, uh, werk ik ook. Dus uh, ja, van 8 tot zo ongeveer 12.30 uur werken, dan naar training rijden en dan hopen dat ik op tijd terug ben. Dat ik geen patiënt moet verzetten of zo. Uh, en dan start ik soms 6 ja, uur of 6 uur 30 op dinsdag en donderdag. Mm -hmm. dus dat lijkt me wel een zware combinatie. Het is wel, het is wel pittig. Um, de combinatie op zich is wel heel leuk, mentaal, omdat je van alles een beetje kunt, uh, kunt genieten. En als het een minder gaat, kun je het ander uh, laten opvangen. Um, dus het is wel een leuke combinatie. Ik zou het niet. Ik zou niet één ding alleen willen doen. Um, dus dat vind ik wel heel plezant, um, maar het is wel pittig en vooral, vooral de combinatie um, van alle planningen en zo. Um, en zo, gisteren hadden we een, een oefenwedstrijd en dan ergens in er je achterhoofd zitten van oké, okay, je zit aan die klok te kijken en dat is niet leuk. Allee, dat maakt een groot verschil tussen professioneel en semi-professioneel. Ik voel dat zelf ook mm -hmm. wel ten opzichte van vroeger. Um, maar ja, de mindset op het veld is daarom niet anders. Mm -hmm. Maar er, allee, er is wel een verschil. Mm -hmm. Oké. Okay. En um, ziet jij jezelf coach worden? Misschien na je hm. spelerscarrière? Of? Goh, ik weet het niet. Op het moment dat je speler bent en je zit in de kleedkamer, dan denk je vaak: pff, het is toch maar een job om mm -hmm. zo'n coach te zijn. Um, ja. Ik heb er nog niet echt over nagedacht, maar ik heb ook nog niet gedacht van ik ga ondertussen mijn trainingscursus ofzo beginnen. Mm -hmm. Daar ben ik niet, ik ben ook iets aan het opbouwen dat ik weet na de volleybal, ja, moet ik wel een vangnet hebben. Mm -hmm. uh, en momenteel is dat nog geen coaching. Mm -hmm. uh, laat ons zeggen dat dat niet uitgesloten is, maar uh, het is niet mijn eerste doel mm -hmm. op dit moment. Mm -hmm. Oké, okay. en um, ja, ik herinner mij persoonlijk nog het EK van 2019. Dat was toen ook in het Sportpaleis. Als je mocht kiezen, speelt je dan terug in EK daar of toch maar de bekerfinales? Uh, um, ik denk dat die wedstrijd in het Sportpaleis um, veel harder knaagde van de nationale ploeg uh -huh. dan de bekerfinales die er gespeeld zijn uh -huh. geweest. Um, dat was echt een heel zuur moment. Omdat we. Ja, Oekraïne, een goede ploeg, maar wat alles in de hand. Uh, uh -huh. Ja, het is. Ja, en iedereen, iedereen had hetzelfde gevoel. Het was een off-day van de, van de hele groep. Um, dus, maar het is niet dat als ik binnenstap zoals vorig jaar, heb ik niet het gevoel van, ah, dat was hier. dat Absoluut niet. Dus nee, okay. dat is niet, het staat in mijn geheugen gegrift, maar niet op 10 februari. Oké, okay. nee, dat, is, dat is goed, denk ik, dat je daar niet te veel ja, meer aan terugdenkt. Um, wat is uw mooiste vo volleybalmoment geweest tot nu toe, als je iets mocht kiezen? Ik oh, denk het EK daarvoor in 2017 was absoluut wel een mooi moment voor Buis voor alle mannenvolleybal in het algemeen wel. Um, we hebben daar echt een heel goed niveau gehaald. Um, ja, ik denk dat de Nationaal Ploeg toen een beetje op zijn top zat. Um, daarnaast ja, eigenlijk alle wedstrijden waar dat echt ja, een ontploffing is, een explosie is, op het einde van de wedstrijd, zoals de halve finale nu in, uh, in Leuven. Um, maar even, ja, vorig jaar was het dan iets minder omdat iets vlotter ging, misschien, met alle respect. Um, maar met de, met de juniors ook, zo die bronzen medailles en zo, dat zijn toch momenten dat je niet snel vergeet. Um, dat is altijd jammer als je zo terugdenkt van pff, het is allemaal zo, zo snel voorbij en um, wie weet het nog. Mm -hmm. Enkel jij en het is nog moeilijk om, om echt dat moment te gaan terughalen. Dat vind ik wel soms jammer in de, in de topsportwereld. Dat alles zo snel verdwijnt, al mm -hmm. die herinneringen. Je kunt daar nooit naar terug gaan. En, ja, we beleven echt heel mooie dingen. Ook met de nationale ploeg gespeeld matchen voor alleen een zaal van 10.000 man. En uiteindelijk ja, is het twee uur spelen, en daarna is het gedaan. Je stapt je terug op de bus. Je focust je van wat heb ik goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan. Mm -hmm. En eigenlijk vergeet je het hele moment op vele momenten. En mm -hmm. dat, is wel, dat is wel een beetje jammer. maar Tegenwoordig kunnen de beelden terug bekijken en dan mm -hmm. komt dat gevoel wel een beetje terug. Dat nee, is waar, want ja, dat EK in 2017 dat was de vierde plaats als ik het juist heb. Klopt, ja. Dus ja. zo'n net naast dat ene totaal. Ja, dat was wel een beetje het, misschien wel het hoogst haalbare. Uh, we hebben dan wel een 3-2 uh, wedstrijd verloren. Dan. Um, dus dat was wel ergens, ergens jammer, maar uiteindelijk als het wel welke ploeg dat we voorlaten, mogen we wel tevreden terugkijken mm -hmm. daarnaar. Ja, dat denk ik ook wel zeker. Um, dan heb ik ook nog een andere vraag voor u. Hebt je al iemand waar je echt nog zo naar op hebt gekeken van vroeger of van nu nog altijd? Goh, ja, als ik dan puur volleybal uh, bekijk, dan ja, het zijn het zijn zeker zo wat de libero's, maar zo altijd waar dat een beetje een Noekaf is. Een Grubennikov of zo, Carmine uh, die in, in Rusland speelt. Um, ja. Ja, waarom is er een Noekaf? Allee, Goh, we ik zien? weet niet. Zo de, de bewegingen, de souplesse, de, uh, Voor een, zo'n een engapet ook. Uh, ja, zo, dat zijn geen libero natuurlijk. Maar die doet dan zo dingen die zo iets extra zijn. Want uiteindelijk volleybal is een sport dat al jaren, jaren, jaren meegaat. Maar het evolueert ook wel door zo'n spelers. Mm -hmm. uh, spreek maar over zo de pushballen. En de, de, technische, de technische kanten, maar ook in aanval, zo de, het arsenaal naar boven halen. Mm -hmm. Behalve gewoon diagonaal slaan, lijn slaan, nee, zijn is er, is er veel, meer, allez, veel meer extra mogelijkheden. En diegene, de spelers die dat zo wat tonen, vind ik wel, eh, vind ik wel chapeau, vind ik wel indrukwekkend. Mm -hmm. Probeert u dat als speler zelf ook? Um, ja, zoals Libero, kijk daar wel naar. Soms pak ik keer de laptop en dan zijn dat zo de namen die ik. Die ik uh, terugzoek uh, om een keer te zien van wat doen die in welke situatie, um, hoe staan die gepositioneerd of hoe vallen die achteruit, vallen die vooruit, zijn die, waar, ze staan, waar zijn die armen, um, gewoon om dat een keer te zien. Maar ja, er is ook zoveel feeling uh, dat je daar niet altijd, ja, je kunt dat niet altijd perfect kopiëren. Uh, je hebt een andere bouw, de een is sneller, de ander is groter, dus je kunt dat niet 100% kopiëren. Maar uh, ik vind dat wel leuk om, om mee bezig te zijn en, uh, en naar te kijken dat wel. Allright, goed. Dan wens ik u echt heel veel succes uh, in Dank de weekendfinales op ja. 10 februari. Ja. En, uh, de vierde ja. wordt de goeie. De vierde wordt de goede. hopelijk wel. <laughs> Dankjewel. Merci.